Nou, duurzaamheid kun je natuurlijk op verschillende manieren bekijken. Je kunt kijken, het heeft altijd een balans, hè, tussen mens, milieu, economie, zeg maar. Mm-hmm. Nou, bij de inrichting van de begraafplaats kun je al rekening houden met bijvoorbeeld dat je niet alleen maar eenjarige planten kiest, maar mm-hmm. voor meerjarige planten, heesters kiest. Je kunt diversiteit aan bomen en begroeiing kiezen, dat je dus heel veel flora en fauna krijgt. We hebben hier zelfs reetjes en zo, dus heel veel vogels natuurlijk. Dus dat is ook al een stukje duurzaamheid. Je kunt kiezen voor een verharding van paden met asfalt, ik noem maar wat. Maar je kunt ook zeggen, nou nee, dat doen we op een natuurlijke manier. We doen dat met zandpaden bijvoorbeeld. Dus zo zijn er verschillende manieren voor het thema duurzaamheid waar je het over kunt hebben op een begraafplaats. We hebben ook gedacht een stukje aandacht te vragen van juist de grafstenen, hè, de materialen. Hoe ga je daarmee om? Je kunt er ook voor kiezen om de stenen zelf gewoon helemaal intact te laten, opnieuw te laten bewerken door een steen houden en dan weer opnieuw uit te geven voor een familie die denkt van nou hoef ik in ieder geval de steen al niet meer te kopen. Dan hoef ik alleen maar de bewerking te doen en dan kun je zo'n steen eigenlijk opnieuw heel goed hergebruiken, denk ik. En wat is jullie doel precies? Wat willen jullie bereiken? Nou, wij willen mensen toch wat bewuster leren omgaan met materialen. En ook laten zien dat het eigenlijk wel op een vrij eenvoudige manier kan.